18 en 19 januari is het zover. Dan komt Brian Pes naar Nederland en naar België om presentaties te doen om de online automotive beter te maken. Brian is een van de meest gerespecteerde, bekendste automotive consultants uit Amerika en gaat in een 3 uur durende keynote alles ons vertellen over online marketing, over Google Ads, over digital retailing, over leadervolging, alle nieuwste ontwikkelingen vanuit Amerika, wat wij hier kunnen doen in Nederland en in België. 18 januari in België, 19 januari in Nederland. En voor zover we het nu kunnen zien met alle coronamaatregelen, kunnen we het nog steeds organiseren. En zien we u graag. U kunt zich nog steeds aanmelden via onderstaande link. Auto's verkopen. Nou, hij had een aantal KPI's waarvan we eigenlijk denken van joh, daar kunnen we wel wat mee. Hoe kun je nou eigenlijk zien of je voorraad nou goed genoeg is? En daarvoor gebruikt hij externe data. En externe data al daar is onder andere van V-Auto, maar bij ons is dat bijvoorbeeld van Indicati en van Yapicars. Hebben we van beide wel eens een keer een presentatie gehad? Dit klinkt toch ook anders? Ja. Seminar, ja, was het echt? Nee? Congres? Ja, dat gaan zitten. Ja. Want we denken dat, of ik denk dat John wel een partner voor ons zou kunnen zijn in België. Mm-hmm. En waar we al tijden naar op zoek zijn. Ja. En we moeten even kijken wat vandaag allemaal kunnen bekomst ook. Ja, oké. Okay. Ja. Dat was de intentie. Ja. Nou, ik wil het pand in, het kantoor in. Maar ik word geblokt. Dus ik moet even geduld hebben, ik kan er ook niet omheen. Imagine that tomorrow Catharina and I we fly to Germany for a roadshow actually. Yeah. Potential company, you know, very close to their American place. Yeah, but also if I may say, if I'm in America and I see the solutions they have in America on a website technical platform, we are not actually behind. Yeah, I would say that the ecosystem is different because we have some, the examples I always make is, you know, the stronger consolidation and integration standards that you have in the US, like the STAR standard, the ADF, the BDS, yeah. And so on and so yeah. On. All concepts that... We hebben het Hugo in de studio. We hebben straks vanavond hebben we een WAS webinar. Oh, mooi. Hugo heeft even aan de praat gekregen. We waren aan het kijken hoe we het scherm konden mirroren. Dus nou ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is spiegelen. Hier hebben we nu onze podcast settingen, zoals je kan zien. Het is een beetje een rotzooi omdat we wat, ja, het een en ander nodig hadden. Verschillende kabels, verschillende beeldschermen om alles gereed te kunnen maken. Kijk, het werkt. Super Hugo, dankjewel. Ja, op deze manier kunnen we dus live gaan. We hebben hier de audio staan, hè, zodat we goed kunnen opnemen. Microfoon. Achter dit beeldscherm zit de camera. Dus als je gewoon naar jezelf kijkt hier, zoals Paul of zoals Hugo nu gaat projecteren. Kijk, nu zie ik mezelf. En de studio, prima. Kijk, nou, dan zie ik mezelf. Nu niet meer, maar linksonder alleen. En op die manier kunnen wij dus live gaan. En terwijl je gewoon zeg maar, naar het beeldscherm kijkt, zie je ook nog wat er gebeurt in de livestream. Dus dat is eigenlijk het idee erachter. Hier hebben we dan de laptop van Paul staan, waar ik alles op kan monitoren. En dan kan ik hier zitten. En dan, dan moet het allemaal goed komen met het webinar dat we vanavond hebben van VAS met Mirjam van der Rijt. Chantal Brands, die ook van VAS is. Je geeft gewoon een half jaar garantie. Ben je dan daarmee de kous niet af? Hè? Of overvragen we niet te veel? Nou ja, als wetgever. Ook daar zit je inderdaad met het wordt aangenomen, die non-conform tijd. Ja. Die bewijslast die ligt dus op de ondernemer. Maar ja, als jij na 9 maanden terugkomt met zo'n auto. Stel het is een Fiat Punto inderdaad van 15 jaar oud en je hebt een 5000. Als we dan kijken naar de dure dingen, dan zeg je van, dat is eigenlijk iets, dan zeg je van, dat is wel iets wat dan standaard op elke auto moet zitten. Ja. Want die premies zijn al veel te laag. Ik had het opperbest. Ja. In de auto, hè, naar huis. Dat gaat dan s'avonds in je bed toe aan toe. Ja. Wat bedoel je nou precies met uitwerken? Maak er een goede slide van, wat is het dan? Eigenlijk wat hier staat, weet je wel.
van wat is dit, wat is dat, wat is zus, wat dat we ook op de website kunnen zetten. Maak dan een Cold Dip Features presentatie, zeg maar, waarin we eigenlijk alle producten, aanverwante producten die we binnen de Cold Dip System hebben, even precies uitleggen hoe het dan werkt, waarom je het zou moeten hebben, wat is de use case waarvoor je het zou kunnen gebruiken. Een beetje brochure idee, zeg maar. Ja, en als we dan zeggen van je hebt een basis portfolio, een plus en een premium, zeg maar. Ja. In premium zitten alle features bij, in plus zitten die features bij, in de basis zit die feature bij, weet je wel. En dan kunnen we ook iets, dan kunnen we ook iets uitleggen en dan kunnen we het ook gaan verkopen in die zin. Ja, lead training, waarom? Zeg het maar. Hebben jullie zin in, Stephanie? Goed, mooi. Keurig, netjes allemaal. Watertje. Boekje. Ja, keurig. Vanuit je lead management systeem, of dat nou leads zijn die gegenereerd zijn door marketing of WhatsApp of mensen die je bellen, vanuit de 100 leads die je krijgt, moet je in principe met 60 personen, 60% daarvan zou je in gesprek moeten kunnen komen. Dat kan dus door middel van een tooling inderdaad als Cold Dip. Die connectie met de klant, daar sta je echt een stuk voor. Telefonisch is die afspraak, is die eerste indruk eigenlijk net zo belangrijk. Hè? Hij had het over enthusiastic as hell, enthousiasme. Je moet sharp zijn, scherp en duidelijk. Een expert zijn in het stukje waar jij, waar jouw vakgebied ligt. En dat kunnen we op allerlei manieren doen. Hè? Enthousiast, met je enthousiasme trek je de aandacht. Ben je scherp en duidelijk, dan kom je zelfverzekerd over. Oftewel, je wekt een stukje vertrouwen bij de klant. En dat doe je ook door inderdaad te laten zien van, hey jongens, ik weet waar ik over praat. Ik ben een expert op het gebied waarvoor je bij mij komt. Moet dat dan daadwerkelijk... Hallo collega's, hier even een kleine update van mij vanuit Curaçao. Ik ben zoals jullie weten op vakantie en ik wilde toch iets bijdragen aan deze de week. En ik heb even een momentje gekozen dat het net heeft geregend hier. Zodat het niet te vervelend is voor jullie om te zien waar ik ben. Kijk, we hebben nu nog wat wolkjes. Het is inmiddels droog. Achter me is Karakter. Het is een ontzettend heerlijk restaurant op een mooi plekje. S'avonds mooi verlicht. Ik vermaak me hier wel, maar... Ja, ik wilde toch even iets van me laten horen vanaf deze mooie plek. En over een dikke week ben ik er in ieder geval weer. En dan gaan we weer met z'n allen de automotive beter maken. Dus tot snel. Doei doei.